De ontwerpwet houdende gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers is vanochtend na 4 uur met 30 stemmen voor en 12 tegen aangenomen door het parlement. De wet is na veel commotie aangenomen. Het bezwaar van de oppositie was dat het om een heel nieuwe wet gaat en niet om een herziening van de oude terugroepwet zoals aanvankelijk de bedoeling was. De wet is een initiatiefvoorstel van enkele NDP-parlementariërs, waaronder Jenny Simons en Melvin Bova en doelvoorzitter Karel Breeveld. De laatste trok zich echter terug omdat hij vindt dat de behandeling van de anticorruptiewet meer prioriteit verdient. De oppositie is verder van mening dat de wet is gemaakt om Raymond Sapoen en Deepak Kumar Sheetan in de coalitie te houden. PL-parlementariër Paul Somoharjo vindt zelf dat de nieuwe terugroepwet voorzitter Simons beschermt. Ik zou willen stemmen voor de wet. Maar voorzitter, helaas kan ik niet meestemmen, omdat deze wet eigenlijk u beschermt. Ik ben bang dat donderdag aanstaande een vonnis komt. Voorzitter, dus ik kan niet meestemmen, voorzitter, want de wet geldt voor iedereen, ook voor u. Voorzitter, voor justitia is blind, dat weet u. Voorzitter, en als iemand zegt dat dit democratisch is, dan hebben we echt een rare begrip van het woord democratie. Voorzitter, wij PL gaan tegenstemmen, voorzitter, omdat deze wet, wij van overtuigd zijn, niet in de kennis, nee, het gaat geen lang leven hebben. Wanneer ik kijk naar deze wet, waar ik aan als rapporteur heb gefunctioneerd, zeg ik, deze wet mist de gronden, de beginselen van de parlementaire democratie van Suriname en de staatsordening van ons land is met deze wet kapot geslagen. We zijn begonnen met de ontwerpwet terugroeping van volksvertegenwoordigers en we zijn nu gekomen bij de wetregels voor het beëindigen van het lidmaatschap van DNA. Een hele lange weg gegaan. Maar ik heb al in een vroeg stadium, zeker bij de fase waarin we nu zijn, aangegeven dat ik het huidige tijdsbestel waarin we ons bevinden, dat het zich niet leent om op dit moment deze wet te behandelen. De initiatiefnemers zijn heel blij dat de terugroepwet is gewijzigd. Initiatiefnemer Melvin Bova zegt dat er grote inspanningen zijn gepleegd door het parlement om de wet te wijzigen. Het waren oprechte inspanningen, voorzitter. Intensief, maar goed bedoeld om in elk geval het werk van het parlement verder niet te verstoren. Het werk van het parlement in rustige vaarwater verder te stuwen, voorzitter, omdat u het bijna voor onmogelijk houdt, de mensen die niet in het parlement zitten en het misschien niet goed menen, hoe moeilijk het ook is om je werk te doen, maar iedere keer opgescheept te raken met allerlei zaken. Het begon bij Yesrin toen, later Pokki Adjaiso, nu Sheetan en Sapoen op basis van een wet die niet werkte. Want er is nooit, voorzitter, een daadwerkelijk effectief resultaat gekomen uit de, nu moeten we misschien zeggen, gewezen wet voor terugroeping. We hebben, voorzitter, met deze inspanning inderdaad ook een veel bredere zaak aangepakt. En dat is de nadere regeling van artikel 68. Vele zeiden van, joh, trekken jullie dat ding in, omdat dat ding zorgt voor een hele hoop jugu-jugu. Juist vanuit onze diepgaande beraadslaging. Met de deskundigen hebben we gezegd van, luister, laten we de zaak juist in plaats van enger, juist breder regelen. En voorzitter, wij zijn erin geslaagd. Aldus NDP-parlementariër Melvin Bova, hij is mede-initiatiefnemer voor de wet houdende gronden en procedureregels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers. De wet werd vanochtend tegen 4 uur met 30 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal, zodra aan alle formaliteiten is voldaan, de wet publiceren in het Staatsblad van de Republiek Suriname. De inwerkingtreding geschiet dan een dag later.